verpakking, naar mijn gevoel, is een passie. Houden van verpakkingen in de meest brede zin van de betekenis. Houden van de derde dimensie. Hè. Het is vormgeving die inderdaad een bovenkant, een onderkant, een zijkant heeft. Het mooie van verpakking is dat je daadwerkelijk een product kan tot stand brengen. Dat wil zeggen een idee, inhoud, tot leven brengen, maar het ook een verkoopswaarde kan geven, een communicatiewaarde kan geven, waardoor uw verpakking echt een meerwaarde betekent ook voor de inhoud. Storecheck, dus dat we eigenlijk de plaats waar het product wordt verkocht gaan bekijken en zien welke concurrentie er allemaal rond staat. Die concurrentie analyseren, ook kijken waar staat die precies. Is dat een ideale plaats? Is er iets waardoor dat de zichtbaarheid wordt benomen of zo? Want daar moeten we allemaal rekening mee houden. Dat wil ook eigenlijk iets meer de ontwerpen dat ik ook wil vastnemen. Allee, dat je echt kunt zien, dat je kunt draaien en dat je meer kan dan een plat scherm. En daarom heb ik dan eigenlijk gekozen voor de richting packaging. Ik vond eigenlijk een heel leuke opleiding, omdat we ook naar verschillende bedrijven zijn geweest. Ik heb gezien in hoe dat is gedrukt, hoe dat er in het echte leven aan toe gaat. Ik ben naar de fabriek, we zijn naar Uncle Ben's geweest. Dus ik er allemaal interessant voor te weten, hoe wordt dat afgevuld, dus en wat gebeurt er allemaal rond. Want het is niet alleen wij die ontwerpen, er gebeurt daar ook nog van alles rond in de drukkerij. En dat wordt dan afgevuld en daar zijn er beperkingen en zo. En dat is wel interessant dat dat een hele wereld is. Brands en packaging, ik vind dat eigenlijk twee verschillende zaken al. Dus soms moeten we echt een merk gaan restylen, moeten we daar een volledig nieuwe invulling aan geven. Of soms zit je gewoon met een bestaande verpakking van een bestaand merk, waar dat je niets aan moet veranderen, maar dat je dan gewoon een andere insteek aan moet geven of dat je een update aan moet geven. Dus soms moet je heel ver gaan, soms moet je eigenlijk helemaal niet ver gaan.